Die houten kistjes zijn van hem. En dan loopt het tot, tot hier door. En dan aan beide kanten. Dus je ziet wel echt, het is een van de grootste archieven die we in ons bezit hebben. 440.000 foto's van de veelgeprezen fotograaf Cas Oorthuis zijn straks te zien op internet. Het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam gaat ze allemaal scannen en online zetten. Maar er zijn nog ook heel veel vragen, want wat zien we nu precies op de foto? Neem nu dit album. Het is allemaal Rotterdam, dat weten we. We weten vaak ook wel zo'n beetje van wanneer het album afkomstig is. Hè? Dus dit is 50-52. Maar binnen het album staat eigenlijk heel weinig opgeschreven. Ja. En dus mag het publiek vanaf begin volgend jaar helpen. Herken je plek? Geef het door. Dan weten we straks van al die foto's ook wat we zien. Maar het project heeft nog een voordeel. Je ziet ook dat die boeken uit elkaar beginnen te vallen. Die zijn in het verleden heel veel gebruikt. Wat wij met dit grote project ook als doel hebben, is dat we ervoor gaan zorgen dat die boeken wat rust gaan krijgen. Door dat digitaliseren kan je gewoon digitaal erin zoeken. En hoef je die boeken niet meer zo heel vaak te gebruiken. Want je merkt gewoon dat ze slijten. Maar eerst de grote vraag, wat zien we daar nou toch? Ja, dat herkennen we. Blijdorp. Maar je ziet hier bijvoorbeeld, hier staat het woordje olifant niet bij. En dat staat dus ook niet in een database of zo. Dus wat je hoopt is dat door hem te scannen en door hem beter te beschrijven, is dat iedereen die foto nu kan vinden.